De Chinese contractarbeiders van 170 jaar geleden hebben hard gewerkt op de plantages. Daarna hebben zij zich generatie op generatie ingezet om de basis te leggen voor de huidige generatie. Dit waren vandaag de woorden van de Chinese ambassadeur Han Ying bij de kranslegging bij het monument op het Vriendschapspark. Suriname staat vandaag stil bij 170 jaar Chinese immigratie. Op 20 oktober 1853 kwamen 18 Chinese contractarbeiders naar Suriname. Ambassadeur Ying zegt dat de Chinezen tegenwoordig de traditie van hun nationale cultuur voortzetten en nemen daarnaast actief deel aan economische en sociale ontwikkelingen in Suriname. De Chinezen zijn in haast elke sector terug te vinden en dan ook nog overal van Suriname, meent Ying. Van de Chinese supermarkten verspreid over het geheel land tot de huidige bloei van handel, restaurants, mijnbouw, houtindustrie, evenals de oprichting van grote bedrijven en het bekleden van leiderschapsfuncties, hebben we gezien hoe de Chinezen in Suriname 3 stadia hebben meegemaakt. Van overleven, naar ondernemen, naar het deelnemen aan het bestuur van het land. Vandaag de dag zijn de Chinezen niet alleen geïntegreerd in de lokale samenleving en leven ze in vrede met andere etnische groepen, maar ze zijn ook diep betrokken bij de economische ontwikkeling van Suriname. Door te investeren en bedrijven te exploiteren en dragen ze concreet bij aan de ontwikkelingen van de verschillende sectoren. Dit wordt erkend en geprezen en gerespecteerd door alle lagen van de samenleving en alle etnische groepen. President Chandrika Prasad Santokhi haalde aan dat de 170 jaren betekenen dat de Chinese gemeenschap een bijdrage heeft geleverd aan de versterking en ontwikkeling van de natie, met name aan verbroedering, diversiteit en eenheid. Maar tegelijkertijd leveren ze een bijdrage naast de ontwikkeling van hun eigen cultuur, leveren ze een bijdrage aan de ontwikkeling van de Surinaamse cultuur. Ik heb al eerder ook benadrukt bij andere activiteiten dat de Chinese gemeenschap zelfs bereid is ietsje verder te gaan daar waar andere groepen soms een beetje terughoudendheid hebben. En ik noem als voorbeeld ons binnenland, ons verre binnenland, waar ook leefgemeenschappen zijn en waar soms het niet altijd veilig is. Zijn onze Chinese broeders en zusters aanwezig. Al is het met een supermarkt om die samenleving daar te bedienen. President Santokhi zegt dat de staat bijzonder blij is met de aanwezigheid van Chinezen in Suriname en dat alle bevolkingsgroepen in harmonie met elkaar leven. Met de activiteiten rond 170 jaar Chinese immigratie worden de activiteiten in verband met de jubileumjaren formeel afgesloten.